Hoe blij ben je? Dat was de vraag die ik aan Marianne stelde, maar die ik eigenlijk aan jou moet stellen. Het is nog even wennen eigenlijk. Ik heb het vanmorgen ook al gezegd, ik heb heel slecht geslapen. Sven werd misselijk, ik gelukkig niet. Ja, ik was wel nerveus en ja, ik denk dat ik vandaag echt er alles aan heb gedaan. En uiteindelijk heel bot gezet, mijn bal op tafel heb gelegd en ervoor ben gegaan. Wat een strijd, hè? Ja, het was echt wel, ik moet wel zeggen dat dit heel gaaf is om zo ook te rijden. En met tegen ook zo'n sterk iemand als Wout van Aert op deze manier dan uiteindelijk te winnen, dat doet me wel heel veel. Nou, was je aan het mopperen vooraf? Die tweede loopstrook, dat moest niet. Daardoor werd het te zwaar voor je, dacht je. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Nou, eigenlijk wel, want daar reed hij ook precies weg. Dus hij maakte alleen uiteindelijk een foutje, waardoor ik de kans kreeg om terug te komen. En toen bleek hij gewoon helemaal op te zijn. En daar heb ik uiteindelijk van geprofiteerd. Het was een race die je echt goed moest opbouwen, hè? Je moest heel goed nadenken hoe je het aanpakte vandaag. Ja, ik heb wel wat meer op het volgen gereden. En ik weet gewoon, het was heel duidelijk. Wout was aan de kant van de duin sterkste en ik was aan de kant in het bos het sterkste. En daar heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt toen ik bij hem zat. Ja, ik maakte wat gebaren, maar dat was niet naar het publiek. Dat was gewoon naar mijn mechaniekers. Ja, dat vuistje, hè? Wat was het nou? Ja, ik wilde gewoon weten hoe ver zitten ze achter. Kunnen het hier zien? Ja, ik wilde weten of dat kon pokeren of niet. En ik zit hier van, ja, zeg maar nou hoeveel het voor is. En hij zegt, ja, kom op, gaat goed. En ik denk, nee, ik wil weten hoeveel dat ik voor zit. En ja, er was eigenlijk niemand die tegen mij zei. Uiteindelijk was het Nico van Est en volgens mij ook Groenendaal die wel zei wat ik voor lag. En dat had ik nodig, want moet ik in het wiel blijven zitten of moet ik uiteindelijk gaan rijden? Dat was de vraag. En dus hoofdschuddend. En uiteindelijk een grote glimlach, want je kwam als eerste hier de laan in Huibergen oprijden. Wat maakte het verschil in die laatste ronde? Nou, ik wist dat ik daar sterker was en ik kon heel duidelijk zien dat Wout echt op was. En ja, ik kan wachten tot aan de duim en dan ben ik sowieso geklopt, want hij loopt gewoon beter. En dan wordt het voor mij ook heel moeilijk, want hij kan ook nog eens goed sprinten. En ik heb hem al twee keer hier zien en het eigenlijk daar zien afstappen. En ik denk, dat is mijn kans, daar moet ik op kop. Ik ga gewoon volle bak die klimmetjes op en daar ligt mijn sterkte. Daar moet ik het doen. En als ik met 5 seconden de lange stukken in kan rijden en als eerste de zandstrook kan beginnen met het lopen, dan heb ik een hele grote kans om te winnen, dacht ik. En zo kom je solo de finish over. Er is niets is mooier dan solo winnen. Wat was het gevoel om hier te winnen? Ja, het was echt geweldig. Ik dacht, moet ik nog gaan sprinten of niet? En ik keek om en ik zag hem niet. En toen kon ik er wel even van genieten, want ik denk ook niet dat ik echt nog had kunnen sprinten. Die trui, ja, het is een aparte trui. Voor het eerst dat een man die trui mag gaan dragen, maar hij staat je goed aan. Hij voelt wel lekker, denk ik, hè? Hij voelt wel lekker, maar ze mogen hem nog ietsjes mooier maken misschien. Het is niet de mooiste trui van het peloton. Nou, goed zo. Die kritische noot die blijft, maar hij staat je goed. Ja, hij moet altijd iets hebben waar het niet goed is. Vroeger, en Marianne weet het ook, die heeft laatst nog die foto gepost van haar kampioenstrui. Die was echt mooi. We hadden een mooie kobaltblauw met één ring hier. Daar heb ik toen ook bij de belofte mee gereden. Dat vond ik echt een mooie trui. Maar tegenwoordig mag die niet meer en moet die precies zoals de kampioenstrui zijn. En dat is wel jammer.